Bijtankertje 46, ja, tijd geleden. Ja, ik werd vannacht ontzettend getriggerd. Het is nu woensdag 31 augustus. Door de overstelpende positieve reacties op de podcast die je hier boven ziet van een uur en drie kwartier, maar liefst. Ik werd getriggerd door onder andere Legacy Material, die iemand zei, ja, het was gisteren, terwijl ik dus die podcast plaatste. 7 jaar geleden dat Wayne Dyer de planeet verlaten heeft, over legacy gesproken. Nou, er komt van alles en nog wat binnen. Nou, dat was geen bijtankertje, dat is een megatanker. Dus ik nodig je nogmaals graag uit daarna te luisteren. Het geeft zo goed weer waar ik voor stond en voor staat. Dit bijtankertje, spreken. Spreek je uit. Een conclusie die ik inmiddels getrokken heb, na een zeer intensieve sprekerscarrière van de laatste, zeg maar, 30 jaar. Nou, ik ken het verhaal, 300.000 mensen, 71 landen, 7 boeken zelf geschreven, nog 3 met anderen. Maar waar gaat het nou om? Het spreek je uit. En ik spreek me uit om anderen hopelijk inzicht te geven dat zij zich ook weer uitspreken. En uitspreken is vaak in woorden, maar is ook in non-verbale communicatie. Ik zou wel eens in een schuur bij een boerderij, omdat ik het graag wil opnemen, maar het waait heel hard van haar plekje. De zonnekant en de schaduwkant ook metaforisch voor het leven. Dan spreek je uit. Het is een methode, ik heb dat in mijn eigen leven mogen uitvinden, waardoor je dieper bij jezelf komt, dieper bij je emoties, maar dieper ook wie je echt bent. En ik luisterde kort geleden naar een nieuwsbv op de radio. In de zomer hebben ze 1 gast voor een uur met de bingo-molen. Wat is de bingo-molen? Dan die gast die draait, die pakt een balletje uit een nummer en een nummer is een vraag. Voortreffelijke vraag. 1 vraag was en is: wat is jouw belangrijkste succes tot nu toe? Prachtige vraag. Dat heeft mij getriggerd om die vraag wat uit te breiden. Dus naast SSS, dat je je safe, seen en supported voelt, SSS 2.0 zo je wil, wat is je succes, wat is je significantie en waaruit haal je self-satisfaction? Dus wat heb je tot nu toe bereikt in resultaten? Wat heb je neergezet, waar je zegt, dat is een contributie op lange termijn, dat laat ik achter, dat gaat lang mee. En waar put ik voldoening uit? Dat zijn zeer verschillende dingen. En het heeft allemaal te maken met, ja, als je die vraag stelt, dat je dieper bij jezelf komt en daardoor weer een volgende stap kan maken. Nou, bij mij is succes, dat kwam eerst boven 5 corporate carrières. Wat ik net zei, die ongelofelijke sprekerscarrière. Hello Tiger, I love you, de kreet die natuurlijk mensen vanuit het eerste boek Haalt Best Uit Jezelf geïnspireerd heeft en blijft inspireren. En dan, ja, kom ik echt op de conclusie, ja, maar dit is het allemaal niet. Prachtige momenten van succes en resultaat en dingen neerzetten en achievement en performance. En ik kwam tot de conclusie, gewoon om met je te delen, dat het feit dat Mary in mijn leven geweest is, dat is nog steeds enorm in mijn leven, maar niet fysiek op deze aarde. 10 jaar geleden vertrokken en nu Ingeborg. En voortkomend uit Mary, moeder Mary, Nicole en Joyce, onze dochters. En nu een kleindochter, 15 maanden, Sophia. Nou, dat is het grote succes wat ik zie. Wat daar gebeurt, wat daar weer een nieuw leven wordt opgestart. Hoe daar volledig open en onbevangen alles, dingen kunt zien. Nou, ook niet iedere dag kijken van, wat is er aan de hand? Waar kan ik iets inderdaad presteren? Ik nodig je uit erover na te denken. Praat over significance, dan is mijn tussenconclusie. En ik praat over mezelf eventjes om jou aan te zetten, hopelijk het inzicht te geven. Dat je weer uitzicht krijgt over hoe nu verder. Mijn conclusie, dat mijn professionele vriendelijkheid, ik denk dat dat mijn belangrijkste bijdrage was. En is zeer gefundeerd, dus niet alleen maar vriendelijk zijn, maar de deur open houden. De rol van het handdoekje in het toilet voor de volgende gast al naar beneden trekken, et cetera. Maar vriendelijkheid is die radiatie, die uitstraling van liefde, van dankbaarheid, van vreugde, van oprechtheid. En die merk je op keer, juist ook zonder woorden, gewoon door op straat te zijn. De mensen, er is een aantrekkingskracht en dat is fantastisch. Het self-satisfaction leidt niet direct tot succes of significance, maar kan zijn gewoon genieten van de natuur, mooie muziek luisteren, wat bestuderen, mediteren, bewust ademen,
Maar dat alles is weer de vruchtbare bodem, natuurlijk voor het eerste en tweede. Dus ik nodig je graag uit daarover na te denken, door op te reflecteren hoe die Triple S 2.0 voor jou is. En trouwens, het is wel leuk om misschien even te laten zien. Dit is een nieuw t-shirt wat ik gekregen heb van de dames in mijn leven. Real Leaders Lead with Love. Nou ja, hoe kan het beter gezegd worden? Dus hello Tiger, I love you. Oké, tot spoedig. Doei doei.